vragen of contactverzoeken. U kunt daar tevens niet spoedeisende meldingen doen. Voor gevonden en verloren goederen verwijzen wij u naar de gemeente. De politie neemt hier geen meldingen of vragen meer over in behandeling. Wilt u toch de politie spreken, blijf aan de lijn. Dit gesprek wordt onder andere opgenomen voor trainingsdoeleinden. Goedenavond, politie. Spreek met mevrouw Plezier. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Goeiedag. Ja, ik moest jullie bellen. Hallo? Zegt u, meneer. Ja, meneer. Ik moest u bellen. U moest mij bellen? Ja, ze zochten mij. Met de naam is u, meneer? Edwin Penning. Penning? Ja. En wie zocht u dan? Ja, die geitenneuken. Iemand die ik had uitgemaakt voor geitenneuken. Oh, en welk bureau zit hij dan, meneer? Ja, hij is al Rijswijk. Rijswijk? Ja. Okay. Dus uw naam is meneer Penning, begrijp ik uit uw verhaal? Ja, heel goed begrepen. Ik heb wat al... is de postcode van uw adres, meneer? Van mijn adres? Brug. Dakloos. U bent dakloos. Ja, daarom gaan ze mijn ouders maar lastigvallen. Oh jee. Oké. Okay. Ik ga u proberen door te verbinden met het bureau. Rijswijk, uw voornaam is meneer nog een keer, alsjeblieft. Ed. Ed. Goed. Ogenblik, alsjeblieft, meneer. Ja hoor. Goedenavond, mijn schuifje van Rijswijk. Ja, hallo, ik moest jullie bellen. Ja, dat klopt. Spreek ik met? Edwin Penning. Ja, we waren bij jou weer verlangs geweest. Ja, dat vind ik niet zo mooi, hè? Nee, sorry, maar we hebben geen andere manier om met jou in contact te komen. Ja, die mensen zijn oud, man. Ja, dat komt door die NSB'ers. Ja, oké, maar daar gaan we het niet over hebben. Het probleem is dat jij iets online hebt gezet. En het verzoek is om dat te verwijderen. Ja. Maar je mag tot. Je hebt een artikel gepost over iemand die seks heeft met dieren. Die voor een aantal maanden veroordeeld is. En heb je een foto van een wijkagentba. Hallo? Ja, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Van wie? Die foto van de wijkagent van je Facebook wil afhalen, van de site. Moet ik die geit weghalen? Nou, je mag dat artikel wel posten, maar niet met de foto's van onze wijkagent erbij. Maar ik mag toch wat vinden? Ja, je mag heel veel vinden, maar je mag natuurlijk niet iemand gaan beledigen. Of er wordt nu gesuggereerd dat hij erbij betrokken is. Maar hij heeft helemaal niks met het incident te maken natuurlijk. Oh, dat dacht ik joh. Kijk, en als jij dat er nou voor ons afhaalt, dan is het verder prima. Maar we willen natuurlijk niet dat we nog stappen moeten gaan ondernemen of wat dan ook. Nee, ik ben toch onvindbaar. Maar weet je wat ik raar vind? Kijk, ik ga die discussie verder niet meer aan en je mag inderdaad, en dat ga ik er toch niet uit je hoofd praten. Maar als jij in ieder geval die foto van die wijkagent naast het artikel weg wil halen, dan ben ik al heel erg blij met je. Oké, maar ik mag wel vinden dat ik jullie niet zo aardig vind. Nou ja, het ligt aan hoe je het neerzet. Kijk, als jij neerzet de politie zijn NSB'ers of wat dan ook, dan is dat beledigend voor de politie, dus dat kan niet. Kijk, als jij neerzet, ik vind de politie niet aardig. Tuurlijk, dat mag jij gaan neerzetten. Oké, nou dan gaan we dat doen. Dan haal ik het weg, ja. Ik heb het al weggehaald. Die foto is nu weg? Ja, heel dat artikel. Maakt het artikel niet meer interessant, snap je? Maar hij werd wel een hoop bekeken. Heb je hem van je
hebt opgehaald? Ik heb hem van Facebook. En, maar ja, ik kan er niks aan doen. Degene die hem gedeeld hebben. Maar hij is van, als je erop drukt... Dan... Heb jij in ieder geval de goede stap gezet. Ja, hij is verwijderd. Ja? In ieder geval super bedankt. En desondanks nog een goed...